van Wijngaarden. Wat hebben wij vandaag toch mooi weer erbij? We hebben prachtig weer. Het is echt paardenweer. En in de goede zin van het woord. En iedereen is heel tevreden met datgene wat hier geboden wordt. De bodem is prima, de parcoursen zijn goed. Dressuur valt wat tegen, maar in de Z1 en Z2 weer overweldigend. En dus wij kunnen nu al zeggen dat het een succesvol evenement is geworden. Ja, mooi, want jullie organiseren dit al voor de 84ste keer. Dat klopt. Ja, dat is al wat. Ja, want hoe is dit eigenlijk begonnen voor 84 jaar geleden? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik was er niet bij. Nee, dat snap ik. Ik was er niet bij, maar ik weet dat de eerste, waren er nog helemaal geen verenigingen specifiek. Die zijn al begonnen van ver voor de oorlog. Want LHA Vreest is van 1928 uit mijn hoofd. En dan kun je zeggen van, dus die vereniging is ook al dik in de 80. En de oorlogjaren is het niet doorgegaan en de MKZ. Ja, en zo nu en dan met heel slecht weer. Maar voor de rest mogen we beogen op een prachtige geschiedenis. Hoe zien deze dagen eruit? Welke klassen speelden allemaal hier? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, we hebben dus op de twee dagen en dan is de woensdag, dat begint in de middag met meer met de jonge paarden, de BB's en de klasse B en dan nog een plukje L als het gaat om het springen. En dan is het ongeveer 9 uur en dan op. En daarnaast is er ook nog dressuur hier en dat begint om 5:30. Tot 9:30. En de hoofddag is eigenlijk het hemelvaartsconcours op de donderdag. Beginnen om 9:00. Ook weer met de springcategorieën van B, maar dan tot en met ZZ. Dat is de hoogste klasse. En die moeten nu nog beginnen. We beginnen nu dus op dit moment met het M en de dressuur is de Z1 en Z2 is ook al afgelopen en daar stond ook de gouden balk voor als wisseltrofee. Hoeveel deelnemers doen aan concours mee? We hebben met het hemelvaartconcours qua springen alleen al bijna 400 starts. Dressuur zeg ik wel, liep een beetje terug omdat mensen graag ook op zandbodems willen acteren. Maar we zijn heel tevreden. En de laatste week, gezien het mooie weer, kwamen er nog eens 200 start bij. Super toch? Ja, gaat wel. Ik heb wel in de gaten staan, tevreden voorzitter. Ja, heel tevreden en dat we ook zo houden. Nou, hartstikke mooi en op naar de 85ste volgend jaar. Helemaal goed, dankjewel.